Ik heb wel wat geld verloren, ja. 500 euro. Het is de maandag na het gevecht. Vorige week stonden we hier al op plein 4045 en iedereen was voor team Badr. Badr Sonsoon! Badr gaat hem waarschijnlijk pakken. Badr. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Dus ja, we gaan even kijken hoe deze mensen met de teleurstelling omgaan. Het was gewoon geluk. Het was gewoon een gelukje. Was je niet teleurgesteld? Ja. Rico heeft gewonnen. Klopt. Heb je het pijn om te zeggen? Ik heb niet dood veel hart bij, waar heb je over? Tuurlijk. Op wie had u gehoopt? Op Rico natuurlijk. Dus u bent eigenlijk wel een beetje blij? Ja, ik ben heel blij dat hij gewonnen is. Als je aan scorebord journalistiek doet, dan heeft hij verloren. Maar komt het door Rico? Nee, totaal niet. Maar die arm is toch niet vanzelf gebroken? Moet toch hard trainen, hè? Wordt hard trainen, spieren zijn overbelast. Een domme pech is dat hij zijn arm brak. Ik denk dat hij zich verstoot had of zo. Een stoot die niet goed doorkwam. Nee, maar dat kan op veel manieren gebeuren. Je kan ook niet door je enkel. Nu meest staat hij het interview. Oké, ook door je enkel gaan is een verkeerde stap achteruit maken. Hij geeft hem zomaar kindertjes, gaat hij mijn ogen duwen. Dat is wel actie. Ja. De rematch, zoals Badr zegt, hij zweert dat hij hem knock-out gaat slaan. Dat maar dat hoor je nu ook. Dat gaat ook gebeuren. Dat gaat ook gebeuren. Als dat, als dat niet gebeurt, ik ga me uitgrijpen van mijn eigen school. Broer, mijn school, hè. Je weet, hij kan niet. Mijn school. Had je een wetje gelegd? Ja. Heeft u geld verloren? Ik heb wel wat geld verloren, ja. 500 euro. Maar ja. Dat is niet niks. Nee, ja, maar volgend jaar beter, toch? Gaan we weer wedden. Dan gaan we voor de 1000, toch?